Nou jongens, jullie hebben ondertussen wel, denk ik, veel van de film gehoord. Ik denk dat het tijd is voor een tinbox. En dan wel van Marshadow. Hooray. Goedemiddag allemaal, welkom terug bij een nieuwe unboxing video. Mede mogelijk gemaakt door Renee Cards. Ik ben weer getraind, zie je weer terug met een nieuwe unboxing video. Goh, wat een verrassing. Zoals ik al zei in de intro. Marshadow GX, echt ondertussen zit er een truimeister ergens bij zijn huis helemaal te fanboyen van... Marshadow! Ik serieus, het voor Fuses, dat wil je niet weten wat daar ondertussen wel niet wat voor een gek reis dat daar al niet voorbij komt. Maar natuurlijk, als het je favoriete Pokémon is, ik weet, hij is helemaal gek van Ghost-type Pokémon. Dus gaan we dus focussen op een tinbox. Ik bedoel, het is lang geleden dat we tinboxen gedaan hebben. En we hebben niet echt veel geluk gehad met de... pools eigenlijk. We hebben echt met een Shiny Legend pools hebben we wel geluk gehad. Maar het is eigenlijk een beetje tijd voor een verandering. Nou, tinboxen, het zijn sowieso hele leuke dozen om je kaarten in te veranderen. Je komt sowieso, krijg je er een leuke promo kaart bij. En volgens mij krijg je er 3 pakjes of 4 pakjes. Dan moet ik heel eventjes kijken. Volgens mij waren het er ook 3. Dank je. 4. 4 zelfs. Kijk eens aan, zeg. 4 pakjes. Even kijken. We hebben Cinnamon Burning Shadows 2 maal. We hebben Guardians Rising. En we hebben een X&I Evolutions. Dus hartstikke leuk. En oh boy, mijn camerabatterij is bijna leeg. Oeps. We zijn weer terug. Dat is alleen maar mooi. We hebben dus een hele leuke tin box eigenlijk. Dus zoals ik al zei. Sorry, ik ben een heel mooi surprise bij dat we zijn. Heel erg leuk dus je Pokémon kaarten in stoppen. Hartstikke leuk. Nou, we krijgen dus de GX van Marshadow met de ability Shadow Hunt. This Pokémon can use it. Set the attacks of any basic Pokémon to your discard in your discard pile. Sorry. In your discard pile. Dat is wel een hele handige ability eigenlijk. Ik ga hem heel even proberen voorzichtig uit te halen. Zo. En oké. Okay. Dat weet ik ook even voldoende. Doe ik heel eventjes om. Oh. Ik kan het gewoon helemaal eruit knippen. Dat is nog makkelijker zelfs. Zo, kunnen we hem dus heel mooi eventjes zien. Ik moet zeggen, de art is zeker heel erg mooi. En voor de mensen die de film hebben gekregen, ik vind het een hele creepy Pokémon. Ik bedoel, serieus, ik wil gewoon wereld over. Ik wil gewoon wereld eerst. Ik wil gewoon weet voor wat. Dus goed, we hebben 4 pakjes te doen. Laten we beginnen met de X&I Evolutions. Kijken of we Mega Charizard kunnen poelen of zoiets, want dat zou leuk zijn. Waarom ook niet? Waarom ook? Hij is gelijk maar super leuk. Hij is... leuk, joh. Pakjes die dicht zijn gemaakt met super leuk. Nintendo heeft humor. Een Pokémon Trading Card Game Company ook. Even kijken. Ja, we kunnen hem gewoon omdraaien. Zo, deze moet dan daar komen. Dit is 3, want het is X en Y. Dus we gaan gewoon verder met klassieke Pokémon kaarten. Zoals dat X vroeger ook verzamelde bij Poliwhirl. Brock. Mag je nou iets? Professor Oak. Vuurenergie. Voltorb. Charmander. Diglett. Ghastly. Reverse Hallo Voltorb! Oké, nou dat is al een niet goed begin. En de tin ga eens heel even aan de kant. Serieus. Het is niet echt een goed begin. Maar goed. Liever hier. Ik zou je trouwens eventjes netjes in het midden leggen. Dat hoort er wel bij. Laten we een Burning Shadows doen. Waarom ook niet? Meer Hyper Rhino's uit trekken misschien. Gewoon zo'n rainbow kaart. Dat zou ook leuk zijn. Dat kan. Dat is mogelijk. Alles kan. Dus ik wil even spieken, bij de ene is het weer anders en de andere is het weer zo. Sorry. 1, 2, 3, 4. Ja, want het is Sun and Moon. Het is altijd een beetje wisselen van hoe zat het ook alweer. Eens even kijken, we hebben Seedra, Charmeleon, Rhopede, Penure, Alolan Rattata, Mudbray, Magikarp! Natuurlijk mag hij al eventjes speciaal liggen. Maar dat deed Gastly niet. Nou en, Pansier. Reversed Hollow Boterfrein! Turtonator. Oké. Prima. Nou, om nou weer gelijk Burning Shadows te pakken, zou ik zeggen, nee, we pakken nou Guardians Rising. Volgens mij was Guardians Rising ook degene waar de Sylveon in kon zitten. Hoe gaaf zou dat nou zijn? Ik bedoel, serieus, dan zeg ik alvast even mijn buurt sorry, want als hier Sylveon in gaat zitten, nou dan...
Komt er waarschijnlijk ook bij het laatste pakje, of bij de laatste kaart, dan horen jullie al een indicatie. Komt er gelijk een waarschuwing bij van, dit pakje zit vol met superlij, weet je wel. Turn your volume down of ik voor wat dus. Ondertussen wordt hier al een helm door de technicus opgedaan. Het wordt heel gevaarlijk hier. Er staat tegenwoordig ook een bordje op mijn deur, weet je wel, zo van train. Ik moet eerst eventjes, vier stuks. Gelukkig, bijna vergeten. Er staat een bordje op mijn deur, betreden op eigen risico. Fairy energy, goed. Genoeg geduiter. Snowbro, Watchdog. Ik vind hem nog steeds creepy. Ik bedoel serieus, je had zo in een Halloween film mee kunnen spelen. Laten we eerlijk wezen. Rescue Stretcher, Carvana, focus eventjes. Barboach, Fairy Tentacool. Deldum, Reversed Hollow Clefable. Gefeliciteerd, jullie zijn bespaard, maar serieus jongens, we hebben echt alleen maar regular rares. Alleen maar regular rares. We hebben een videostreak van regular rares. Is niet goed. We hebben magic card, maar... Oké. Editor, dit is wel heel spannend. Wat ga je nou doen? Die zijn gewoon echt met superlijn dicht gemaakt. Heel spannend. Even kijken. Okay. Omdraai die boel. Zo. Oké. Hier zit hier. Ik weet niet wat erin zit, maar er zit hier iets goeds in. Ik voel het. Magic. Everything comes with a price, dearie. Voor de mensen die Once Upon a Time kijken, die snappen maar dat er even een vermaak komt. Goed. Psychic energy. Zie je? Zie je? Vertel. Gloom. Creepy. Acerola. Wishful Baton. Dupider. Hoi, Bert. Oh, die geweldige hoort van Pikachu is weer terug. Oh, die is leuk. Sorry. Focus. Het purr. Ansage. Reversed Hollow Dusknoir. Nee. Ik denk dat ik een hekel ga krijgen aan Alolan Renekton. Serieus! Ik ben klaar! Serieus, het is einde van de video. Heb je nog een vraag? Laat het maar weten in de reacties. Laat een like achter voor die Mars Channel. Ik ben er klaar mee. Ik serieus, domme beuren.